Perders nou. En hoorde u de drummer Beer Klaassen. Wat een geweldige groep. Aan de telefoon hebben we Victor. Hey Victor, hi. Paul, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met Victor? In deze... Ja, nou ja, goed. We zitten ons hier in de zweet te oefenen met ja. Beer op drums en ik op gitaar. Hey, vertel. Wat zijn jullie aan het doen? Want dit is de groep... Er is een soort reunie geweest in het Zuiderpark, in de Bietnacht, of Bierdag. Haags Bietfestival. Ja, even de man naast jou is Beer Klaassen, hè? Ja, dat is Beer Klaassen, ja. De Beer Klaassen, ja, de laatste levende van de Haagse 1850, van 66 tot 69. Ja, precies, maar jij bent de initiatiefnemer dat Cesar Zuinewijn is gaan drummen. Wie? Cesar. Cesar? Ja, ja. Oh ja, ik verstond het even. Ja, dat weet ik. Dat heeft hij me ooit verteld. Omdat, hij is 5 jaar jonger. En toen ik een jaar of 18, 19 was, dan zat ik waar ik woonde, zat ik te drummen.
En hij was toen 14. En zijn oom was groenteboer. En dan mocht hij op zaterdag helpen. Ja. En hij zegt, dan hoorde ik gewoon, als ik op zaterdagmiddag door die Wijzenboestraat liep, dan hoorde ik dat. Hij zegt, ik wist niet wat het was, maar toen dacht ik, dat wil ik later ook. Ja, precies. Hey, maar even... Hij zegt, dat door mij is hij gaan drummen. Ja, precies. Door jou. Dus... Ja. Ja, dat vond ik best leuk om te horen. Zo is eigenlijk ook de Golden Earring begonnen. Door jou. Nou, die hadden ook nog andere drummers. Die bestonden al. Toen de Golden Earring begon, was volgens mij al in 64 of zo. Ja. Dus had ik nog in jazzbandjes. Ja. Oké, okay, wat leuk. Ik wist het niet. En dat meen ik echt. Ik leer van Victor iedere keer, en van jou, dus nu ook. Eigenlijk ben ik heel, qua muzikaal, vind ik me arm. Want al dit soort... ja, dit is geweldig. Maar wat zijn jullie aan het doen? Nou ja, we zijn aan het repeteren. Er was dan dat Haagse Beat Festival was er. Ja. En dat was dan door Martin Rijsma was groep 1850 bij elkaar gehaald. Maar ja, er zijn nog twee mensen. Een van de Amsterdamse groep 1850, de drummer. En Beer natuurlijk, de originele drummer van de Haagse groep 1850. En dat hebben ze dan aangevuld met drie mensen van de Pink Project. En een heel goed koor met Jane Goulding en met Suzanne de Rooij. Ja, geweldig. En dat was eigenlijk best wel een succes op zo'n beatfestival, terwijl het eigenlijk psychedelische rock is, weet je wel. Ik noemde het vroeger, toen ik die LP's kocht van die gasten, noemde ik het altijd een beetje symfonisch, een beetje Pink Floyd-achtige muziek, vond ik er altijd. Nou, we staken dan een blow-up van hier tot Tokio en dan draaiden we die LP. Dat geweldig! Nee, maar dat voel ik ook een beetje. Het is een beetje Pink Floyd-achtig. Ja, dat zeiden wij vroeger ook al. De Brick in the Wall. En ja, hou op. Daar zijn we ook door beïnvloed, Pink Floyd. Ik weet nog dat in 1967 speelden wij in het voorprogramma van Pink Floyd in Paradiso. Ja. En dan had je gewoon zo'n trap achter het toneel naar beneden, naar de kleedkamers. En toen was het nog zo. Dus dan is Pink Floyd aan het spelen. En dan sta je daar 3 meter achter op het toneel naar ze te kijken. En daarvoor speelden we al wel eigen nummers. Maar dat heeft ons toch ook wel ertoe gebracht. Het heeft ons wel geïnspireerd. Hey, maar... De nummers werden langer, die werden meer geïmproviseerd. Ja. Dat had daar allemaal mee te maken. Maar... Ja, en ik werd natuurlijk opgetrommeld voor dat Haagse Beat Festival. Ja. Maar ik heb 40 jaar niet gedrumd. Ja. Dus Mana No Head, de enige hit die we ooit hadden, dat kon ik er nog uitpersen. En ik heb een paar keer geoefend en het bleek een beetje te gaan. En omdat we dan 13 november weer een keer moeten optreden in Scheveningen, ben ik nu met Victor hier iedere 2 weken gewoon een beetje aan het oefenen om mezelf een beetje los te maken. Omdat als je het zo lang niet gedaan hebt, dan zit het allemaal nog in je hoofd. Alleen, je handen en je voeten willen niet meer wat jij wil. Ja, ja, maar waarom heb je Victor erbij gehaald? Nou, ik ben eigenlijk door Martin erbij gehaald voor de voice-over. Oké. Okay. Ja, en nu sta je te repeteren daar. Ja, ik ben gewoon dus gitaar ben ik nu aan het repeteren. En kijk, ik heb ook natuurlijk ik speel al 40 jaar gitaar. Ja. Maar ik heb door het dichten heb ik de laatste 15 jaar gewoon weinig gitaar gespeeld. Omdat ik veel als dichter optreed, wat ik eigenlijk ook ontzettend leuk vind om te doen natuurlijk. Maar ja, ik wil niet voor lul staan op 13 november in de YMCA in Scheveningen, net als Beer. Nee. Dus hij is het drum aan het oefenen. En ik zit in de controlekamer en hij in de oefenruimte. En dan gaan we natuurlijk wel even oefenen wat we moeten doen. Want ik ga die voice-over wel doen. Maar ik hang ook wel een gitaar op mijn nek. Ik wil toch ook wel een beetje kunnen zeggen dat ik met Pink Floyd en met Beer Klaas heb gespeeld. Ja, tuurlijk. Hey, maar wat ik zo leuk vind, dat wij jullie aan de radio... Het is echt een eer om jullie beiden hier aan de microfoon te hebben. Ik vind het geweldig gewoon. Maar ik heb een idee voor jullie. Ja. Wat vinden jullie ervan als we binnenkort eens een keer... Kunnen we zo even doen... In het Hard Rock Hotel in Amsterdam gaan optreden. Als wat? Nee, gewoon met de band. 1850. De groep 1850. In welk hotel zeg je? Het Hard Rock Hotel. Het Hard Rock Hotel, oké. In Amsterdam. Ja, nou ja. Jij bent ons boeken, zeg maar. Ik ga jullie boeken daar. Nou, nee, dat loopt dan maar een beetje via Martin, hè? Ja, dat moet via Martin Rijpman. Nee. Martin gaan we er ook bij betrekken, dat is helemaal geen probleem. Maar
Wij willen wel hoor, Paul, wij willen wel. Het moet eerst een beetje gaan wat mij betreft. Ja, wat mij betreft ook natuurlijk. Maar gaan jullie door? Nou ja, het zou eenmalig zijn, dat Haags Beat Festival, ja. En dat was zo'n succes, dat ze daardoor nou weer iets erbij is, dat er iets bij is gekomen dan op 13 november. Ja. En wie weet wat daar weer van komt. Want kijk, ik doe maar een paar nummers van de oude 1850. Ja. En Dave Duba, de drummer van de laatste drummer van de Amsterdamse versie, die doet dan met die jongens de andere nummers van Paradise Now en zo. Van, ja. Waar Martin van Duinhoven op drumt. Maar even Beer, wat is jouw geschiedenis? Want jij hebt een hele bijzondere geschiedenis in de muziek. Ja, geschiedenis. Ga maar zitten. Ik zat in 263, kwam ik in jazzbandjes terecht. Ja. Toen ben ik met een nachtclubband in halverwege 65 ben ik naar Duitsland gegaan. En vlak daarvoor was ik benaderd door Artje Lagerwaard met een paar andere jongens. En toen is de Kick opgestart. Maar ik heb het echte begin niet meegemaakt, want ik zat 3 maanden in Duitsland. En toen ik in november 65 terugkwam, nou toen was die Kick volop bezig hier. En toen ben ik er weer ingekomen. Dat heeft maar kort geduurd. En toen ben ik in januari 66 door Hugo Gordijn gevraagd, ja, of ik bij 1850 wilde komen. En toen zo ben ik bij 1850 gekomen. En die zijn begin 69 zijn we uit elkaar gevallen. Toen is Peter Chardin naar Amsterdam gegaan. En ik had als hobby die leren kleding maken, die franje kleding. Ja. En dat heb ik een paar maanden zitten doen. Ja, die kon ik goed verkopen. Een paar maanden zitten doen met Frank Nuyens, een gitarist van de Q. En toen zei eind 69 Frank tegen mij, joh, de Q gaat weer overnieuw beginnen. Maar Jay Baer, de oude drummer, die heeft geen zin meer. Heb jij zin? En zo rolde ik de Q in. Maar dat bloedde al vrij snel dood. Omdat Wim Bieler, die zanger, die wou alle nummers uit 65 niet spelen, die hits. Dus okay. Je kwam na 5 jaar, kwam je ergens. En de mensen die wilden de Live and Live en Jordi Victor horen, maar die speelden we niet. En toen is dat ook vrij snel doodgebloed. Toen bleven Peter Vink en ik over. Daar is een hele goede gitarist bij gekomen, Joop van Inwegen. En na wat omzwervingen is dat Finch geworden. En daar heb ik 2 van de 3 LP's meegemaakt. En toen was het ondertussen 77 en dan was ik helemaal niet meer tevreden over wat ik deed. En toen ben ik gestopt met drummen. En toen heeft Vince nog met een andere drummer nog een half jaar bestaan. En ik wilde gewoon met die leren jasjes verder. Maar ja, dat kwam er ook niet meer van. En toen ben ik in 1980 ben ik maar gewoon gaan werken. Als uitzendkracht. Maar, als uitzendkracht bij de staatsdrukkerij. Nou, daar ben ik bijna 30 jaar gebleven. Beer, even een vraag. Hoe heb jij leren drummen? Ik, doordat ik... Goeie vraag! Ja, nou ja, ik vond trommelen altijd al te gek. Ik werd als kind meegenomen naar het Voorhout met Prinsjesdag. En dan kwamen al die trommelende militairen voorbij. Ja. En dat probeerde ik thuis na te doen met pollepels. En ik had een keer een trommeltje gemaakt van een varkensblaas. En een haringtonnetje. En toen nam een oom van me, die nam me toen ik 14, 15 was, die nam me mee naar de oude dierentuin. Naar Count Basie in Duke Ellington. En dat was niet echt mijn muziek. Maar in 1958, toen hoorde ik voor het eerst Art Blakey in de Jazz Messengers. En dat vond, en dan was ik 15 en dat vond ik te gek. En toen, ja, toen had ik langzamerhand, had ik eerst een snare drum en een hi-hat erbij. En toen ik een drumstelletje had, zat ik gewoon, en dat hoorde Cesar. Ik zat die drumsolo's van Art Blakey te oefenen in mijn eentje daar in de Wijzenbroekstraat. Ja. Dus Cesar hoorde alleen maar drummen. Ja, zo heb je, door te luisteren, heb ik het mezelf geleerd. Maar ja, echt, ik heb nooit noten leren lezen. Ik heb niet, hè? En ondanks dat je dan succes hebt, als je niet tevreden bent over jezelf, Dan kap je er toch op een gegeven moment mee. En nu probeer ik een heel klein beetje weer die oude vorm een klein beetje terug te halen. Om niet voor lul te zitten met zo'n optreden. Nou, maar wat heb jij met Kip eigenlijk? Wat ik met Kip heb? Ja, al 30 jaar schuif beneden me. Nee, we zijn al 30 jaar buren. Ja, nou, ik ben daar in 84 komen wonen. Dus ik woon er nou 37 jaar. Ja, en ik heb voor 31 jaar die winkel daar. Ja, okay. Dus ik heb ook boven de winkel gewoond. Dus we zijn ook 16 jaar buren geweest van elkaar. Oké, okay, en ja, je haalt de kip bij de Haarsemarkt. Nou, laat ik het niet merken. Nee, nee. Hey, heren, ik vond het een geweldig gesprek met jullie.
En ja. Jullie moeten we nog even door. En ik hoop ook bij jullie optreden aanwezig te zijn. En we gaan het Hard Rock Hotel ga ik warm maken voor jullie. Ja, dat moet je met, maar even mijn bakje bellen, hè? Ja, ja, dat ga ik ook doen. Dat is geen probleem. Ja. We kennen elkaar allemaal, dus wat dat ja. Maar even, Modern Now Head, 1967. Komt-ie. Nee, maar even. Wat? Ja. Waarom die? Want ik kreeg af en toe moeder met geen hoofd. Ja, joh, maar dat was natuurlijk. Nee, het was gewoon dat vader Jacob ja, kinderliedje. Ja. En toen had Peter Chardin weer bedacht. Hij, vader Jacob, moeder, nee, hoofd. Oké. Hij draaide het om. En nou ja, wat ik leuk vond, dat drumintro van mij, dat is geloof ik 30 jaar lang gebruikt door de Veronica tot 40. Ja, moet kijken. Hey, heren, hartstikke bedankt. En ik. Ja. Ik ben er zeker bij en we gaan er anderen gaan besteden op de radio. Maar hartstikke leuk. We gaan nu draaien groep 1850 Mother Know It. Hey, dankjewel. Hey. Dag Paul. Doei. Dag. Is Olleke Bolleke Radio. Met smaak voor muziek, interessant regionieuws uit Thailand en leuke programma's.